Een van uw leerlingen heeft gisteren zelfmoord gepleegd. Er gaat nu het gerucht rond dat zij dat zou hebben gedaan omdat ze op een zogenaamde bangalijst stond. Heeft u dat ook vernomen dat dat zo is? Ik heb vernomen dat het gerucht er is. En dat gerucht blijft bij mij een gerucht. Ik heb het gelezen op Twitter. De zaak voor ons is dat wij rouwen om het verlies van een van onze leerlingen. Ik wil eerst weten wat het precies inhoudt, want ik heb alleen maar één artikel gelezen. En ik denk dat we sowieso heel goed moeten blijven kijken naar de invloed van sociale media en dat soort zaken. Scholen hebben weinig zicht op het digitale pest, omdat het onder andere ermee te maken heeft dat als er oudere docenten zijn, die zijn vaak digibeet, weten er weinig van en willen zich er ook niet zoveel in verdiepen. Daar hebben ze weinig mee. In Almere speelt het bangalijst fenomeen nogal. Hè? Hoe hebben jullie op school? Het is erg bekend en iedereen praat erover. Gewoon een beetje stoer doen en zo. Maar wel altijd anoniem. Op jouw school zouden een aantal leerlingen op een bangerlijst hebben gestaan. Wat heb je daarvan meegekregen? Ik weet dat er een lijst is opgesteld. En nou ja, ik weet dat er ruzies zijn ontstaan. Ik ken zelf wat mensen die erop staan. En voor de rest, ja, het is gewoon onzin. Want ik ken die meisjes zelf en die zijn echt geen banga's. Er staat wie er pijpt voor een sigaret en... meisjes die makkelijk seks willen hebben. Dat ze naaktfoto's hadden, dat ze het met heel veel jongens doen. Waarom denk je dat jongens zo'n lijst maken? Om erbij te horen. Nou, van kijk nou, ik heb een bankenlijst gemaakt. Yeah. Oh, nu ben ik heel cool. Ik vind het niet normaal dat mensen zoiets doen eigenlijk. Nee. Ik vind het ook niet leuk voor de meisjes die zoiets natuurlijk meemaken. En ik denk dat het ook wel iets met je doet. Sommige meisjes waren er wel heel verdrietig door. Want het zijn ook meisjes van 12 jaar en dan sta je op zo'n lijst. En dat is natuurlijk belachelijk. Moet de school daar wat aan doen? Nou, ik vind het wel, want op school moet natuurlijk wel achterkomen wie zo'n lijst heeft gemaakt. Dat zijn wel gegevens van kinderen als op school. Dus ik vind wel dat de school erachteraan moet gaan en degene die het gedaan heeft moet aanpakken. U heeft een leerling geschorst die een bangalijst daar hebben gemaakt bij je op school? Door twee leerlingen is een mentor erop getipt van nou, dit en dit speelt. Ja, dat zijn we gaan uitzoeken en toen bleek inderdaad een leerling een bangalijst te hebben verspreid. Voor die meisjes die het betreft, die vaak echt niet weten waarom zij op dat lijstje staan. En ook al zouden ze het wel weten, je wil niet op dat lijstje staan. Die weten helemaal niet waar hun naam terechtkomt. Je weet niet hoe lang dat nog op internet blijft hangen. Dus ja, het is echt absoluut niet onschuldig. Het kan heel veel schade aanrichten. Digitale pest is erg onzichtbaar. Vroeger had je natuurlijk, als je iets zag gebeuren op school, je kon het pakken en een briefje, dat kon je weghalen als docent zijnde. Maar nu voltrekt het zich helemaal buiten je zicht. Dus je hebt niks echt te pakken. Wij hebben ook nog niet op alles meteen het antwoord. Dus daarom is het wel echt iets waar we heel veel het over hebben met elkaar. Ja. En ook nog wel zoekend zijn.